Maar ik hoef niet met mijn gezicht ergens op. Nee, dat willen de mensen hier trouwens toch niet doen. Snap je? Nee. Je mag de ruggen doen, maar. Maar zou u het erg vinden? Niet de bedoeling. Nee. Oké. Okay. Okay. Zou u dat. Nee, ik ook niet. U ook niet. Het hele rijtje eigenlijk niet hoor. Nee. Dat kun je navragen, maar er is niemand die daarop zit. Nee, dat zou je niet met mijn gezicht doen. Nee, oké, okay. Nee, prima, doen we dat niet. Leuk dat jullie het verhaal willen en nodig dat jullie het verhaal willen dat vertellen. Wel. Ja. Maar het is al een schaamte genoeg dat je dus hier in de rij moet staan. Ja. Iedere week om je boodschapjes te halen in de freaking kou. Door weer en wind. En als we het alleen op audio zouden doen zonder beeld, zou u het dan wel oké vinden? Dat vind ik goed. Ja. Het is vrijdagochtend, 9:15. Het vriest, maar gelukkig is het droog. Ik sluit aan achter in de rij om met bezoekers, vrijwilligers en donateurs van de Voedselbank in Amsterdam-Oost in gesprek te gaan. Dat verloopt in het begin moeizaam, maar anoniem willen toch een aantal mensen hun verhaal doen. En hoe lang maakt u al gebruik van deze Voedselbank? Een maand of 3-4. Hoe voelde dat om dan hier voor de eerste keer te komen? Heel naar. Heel naar. Huilen. Huilen. Ik stond huilend in de rij. En nog. Ik vind het erg. Ik vind het heel erg. Ja. Hoe lang maak jij gebruik van de Voedselbank? Een paar maanden. En hoe het er nu uitziet, volgend jaar waarschijnlijk ook. En wat is de oorzaak? Wat denk je van de energie, van de gas? Komt u hier, hoe lang komt u hier al? Dit is de 8e keer, geloof ik. 8e keer nog maar? Ja. Dus nog maar net. Ja, ik heb heel lang moeten wachten voor ik een pasje kreeg. Ja, en toen hoorde ik op het journaal dat de armoedegrens verhoogd is. Of ik nou probeer het gewoon. Ja, en toen kreeg u groen licht. Ja. Ja, nooit verwacht hoor dat ik naar de Voedselbank zou moeten ooit. Maar ja, de huren die zijn ontzettend hoog. Gas en licht is ontzettend hoog. Ja, en dan moet je de rest nog. Er zijn mensen hier die hebben nooit schulden gehad. Ja. En nu noodgedwongen hier zitten. Ja. Omdat ze het gewoon niet meer kunnen betalen. Wat je al gisteren op het nieuws hoorde van mensen betalen hun huur niet om maar niet afgesloten te worden van gas en licht. Nou, dan heb je gas en licht betaald, maar je wordt je huis uitgezet. Ja. Het is allemaal duurder en het is allemaal veel wat je moet betalen. En de lonen zijn gewoon niet veel. Ik werk in de zorg, ja. Oh, u werkt nog gewoon? Ik werk gewoon fulltime, zoveel mogelijk. En even goed. Even goed. Moet je hier staan. Dan moet je hier staan. Ik heb gewoon een normale baan. Ik werk in de zorg. En dan moet ik hier op vrijdagochtend staan. Dan kan ik dus niet werken. Dus mis ik mijn geld. Ik heb wel mijn boodschapjes. Ja, dat zijn keuzes die je moet maken. Hoe was dat de eerste keer? Ja, ik vond het wel moeilijk. Of als ik al die mensen zag. En ook mensen die ziek zijn. En in rolstoelen of in zo'n scootmobiel. Dan denk ik, jeetje. Ja. Ja, voel ik wel erg. In de regen, in de kou. En, Wat zou het voor u betekenen als u dit niet zou hebben, die voedselbank? Dan had ik geen eten. Ja. En mijn kinderen ook niet. Nee. Want hoeveel krijgt u dan? Want ik zie hier een grote rode tas staan. Is dat iets wat u zelf mag vullen? Of krijgt u... Nee, je krijgt per huisinhoud. Dus ik ben voor 3 personen, 2 kinderen, 1 volwassene. Daar krijg ik boodschapjes voor. En dat kan je niet uitkiezen. Dus de ene keer krijg je 5 potten pindakaas en de andere keer niet. Ja. Ja, dus je mag niet, je krijgt niet de zeggenschap over wat je in huis haalt? Nee, totaal niet. Nee. Totaal niet. Nee. Soms heb je weken achter elkaar dat je wortelen moet eten. Ja, ja, dan is dat zo. Ja. En voor hoeveel krijgt u nu straks mee? Ja, voor 3 personen. Ja, ja. Voor hoe lang? Om erbij 3-4 dagen. Ja. Ja, maar dat is dan net niet genoeg, want u komt hier 1 keer per week. Ja, ik kom 1 keer per week en dat is niet genoeg. Maar gelukkig heb ik nog familie en vrienden die mij steunen. Ja, ja. Dus, maar daar kan je ook niet altijd vanaf op aan. Dat wil je ook niet. Nee, dat is voor je eigen waarde. Is het ook niet leuk om te zeggen, hey, vaders, wilt u mij eventjes een cadeautje voorschieten? Ja. Of de kinderen zijn jarig, kerst komt eraan, Sinterklaas is net geweest. Ondertussen schuift er nog iemand aan, vooraan in de rij. Hij lijkt even voor te dringen, maar al snel wordt duidelijk dat hij andere bedoelingen heeft. Ik heb 53 jaar gewerkt, dus dan heb je wel een paar centjes die je zo weg kan geven. Ja, je hebt nog wat over. En dan denk ik bij mezelf, nou, ik zie al die mensen zo lang in de kou staan. Weet je wat, ik geef ze allemaal. Wat heeft u bij u? Zo'n zakje. En er zit wat in voor ze. Oh, wat mooi. En bent u blij met de manier waarop nu de energiekosten ook worden gecompenseerd door de overheid? Nou, ik kom er niet voor in aanmerking, dus... Nee, dat is een privéomstandigheid. Dus het valt net tussen wal en schip. Juist. Dus daar krijg ik helemaal niks.
Wat betekent dat? Heeft u de kachel uitgezet? Of wat betekent dat voor u daar gesleept? Dat ik alleen de kachel aanzet als mijn kind er is. Ja. Ja. En als mijn kind er niet is, dan zit ik in de kou. Of als mijn dochter naar bed gaat, dan zet ik hem uit. Het is niet anders. Om 3 uur kerstpakket. Kerstpakket om 3 uur. Oh, kerstpakket. Kerstpakket. Niet om 6 uur. Nee, om 3 uur. Om 3 uur. Oh, dat red ik het niet. Nee, maar dan mag u ook iets later. Ja. Want het begint om 3 uur. Oké, want ik kan pas tegen 17:15 hier zijn. Ook prima. Ja? Als u een kaartje meeneemt, dan ik heb het kaartje. Ja. Dankjewel. De reis schuift langzaam door. We zijn 1,5 uur verder, maar nog niet veel dichterbij het uitgiftepunt. Het is ijskoud, maar ik begrijp waarom hier mensen al zo vroeg zijn. Ja. Dat is de eerste rij. Hierna komen nog meer mensen. Ja. Ja. Want dit wordt elke week meer en meer. Ja. Ja. En wanneer bent u begonnen met uw werk voor de voedselbank? Nu al 4 jaar geleden. Ja. Ja, ja. Ja. En jullie draaien helemaal op vrijwilligers? Ja, zeker. Ja. Ja. Het verhaal van de openhartige vrouw grijpt me aan. Om te voorkomen dat ze buiten de boot valt, neem ik haar alvast even mee naar Gerard. Ja, ik ben jarig, dus normaal dacht ik, ga naar Oosthoek, krijg heel veel cadeautjes van iedereen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik dacht, wat moet ik met al die cadeautjes? Ik dacht, weet je wat, ik ga cadeautjes uitdelen. Want als mensen een paar uur in de rij staan voor zo'n voedselpakket, dan wil ik ook een beetje een bijdrage leveren. En dan krijg je van mij dit envelopje. Een envelopje? Zakje. En, Oh, dat meen je niet. Ja. Dat meen je niet. Dat meen je niet. En ziet u ten aanzien van pak een beetje 2 jaar geleden een verschil in het soort mensen uit de samenleving die iets komt halen? Zeker. In het begin kwamen er mensen langs die in de uitkering zitten. Ja. Maar nu zie je ook middenstanders die komen. Mensen die gewoon een baan hebben en die niet rondkomen. Ja. Je komt hier niet zomaar hoor, want dat vergissen mensen zich dat je hier zomaar komt. Dat betekent dat je gewoon niks te besteden hebt. Anders krijg je dit niet eens. Ik kan niet zomaar even aansluiten hier. Nee. Hoe lang heeft die procedure voor jou geduurd? Ik ben een keer weggestuurd, ruim 3-4 maanden. Elke week en elke dag, elke minuut, elke seconde van de dag is er gewoon een erge probleem. Is er gewoon hongersnood. En een land als Nederland, een van de rijkste landen moet ik dan erbij zeggen, ik vind dat niet kunnen. Nee. Ik vind dat niet kunnen. Dankjewel. Ja, daar word ik heel emotioneel van. Dat maakt niet uit. Ik ben blij dat het heel goed terecht komt. Ja. Dat vind ik heel, heel goed. Mooi man. Ja. Wat doet dit nou met je dat soort mensen zo blij maken, toch? Kijk, ik heb natuurlijk een beetje altijd in een andere wereld geleefd. En nooit zo in de wereld van de armoede, wel toen ik klein was, maar nu niet meer. Ja. En ook waar ik woonde, ze hebben alle mensen geld. Maar als je hier in Oost komt, dan is het toch anders. En dat omdat mijn zoon hier voor de voedselbank ook werkt en de inzamelingsactie steeds houdt, vertelde hij me dat. Ja. En ik hoorde ook dus dat de mensen zo lang in de rij staan voor een paar tassen met eten. Ik dacht, nou, dat wil ik ook mijn bijdrage leveren. En ik weet dat mensen het heel, heel moeilijk hebben met geld, vooral nu. Ik dacht, nou ja, ik ben niet iemand die bij elke inzameling maar geld gaat geven. Maar als het echt nodig is, dan doe ik het wel. Want dit komt goed terecht, hè? Dit komt super goed terecht. Ja. Dit komt meteen bij iemand terecht die het ook direct nodig heeft. Ja. En zelf kan beslissen wat ermee gedaan wordt. Ja. Er blijft niks aan de strijkstok hangen. Aan de vette salarissen voor directeuren van goede doelen allemaal, hè? Ja. Niks. Het komt rechtstreeks bij de mensen. Dat is het allerbelangrijkste. Ondertussen gaat Gerard nog even door met uitdelen. Ja. En dan zit het in, dan kan je met doen laten wat je wil. Dankjewel. Hè? Al ga je de kroeg in. Ja, dat zou ik maar doen. Geweldig. Dan komen we jou nog wel tegen, denk ik. Wat? Dan komen we jou nog wel tegen in de kroeg. Minder tegenwoordig. U staat ook te wachten. Jawel. Wat zijn uw boodschappen? En daar ben je niet. Jonge dame. Ja. Ja, tjie. Dank u wel. Alsjeblieft. Gefeliciteerd en een fijne dag. Dank je wel. Dank je wel. De rij is lang. Ik heb het ingeschat. Ik denk dat ik het red. Want ik heb natuurlijk niet zo'n zak. Dan heeft u wel een aardig... mag ik vragen wat erin zit? Ze krijgt €20. Ja, mooi. Schitterend. En dan kunnen ze voor de kerstdagen iets kopen. Wat ze nodig hebben.
Al komen ze, gaan ze maar de kroeg in. Ja. Dan hebben ze ook een leuk moment. Ik zeg maar wat. Geweldig. Ja. 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 Ik zeg het zo, je moet zelf weten waar je het aan uitgeeft. Ja. Als jij bijvoorbeeld, nou, ik wil heel een keer gaan naar de kroeg toe. Ja. En dat je er één keer mee kan maken. Ja, blijf maar over die kroeg beginnen. Jij wil heel graag naar de kroeg, hè? Nee, ik zeg mijn, dat. Mijn dochter wil gaatjes in haar oren. En nou kan ik haar gaatjes in haar oren geven. Ja, dat is leuk. Yes. Maar zeg ook, want dan kan je iets doen. Toch? Kan je iets doen wat je normaal niet doet. Met het geld. Ja, nou. Dat, en dat is de bedoeling ervan. Dus ik ga niet zeggen van, dat belerende, jij moet dit, jij moet dat, jij moet dat. Nee. Zoek het zelf even lekker uit. Ik zoek het zelf lekker even lekker uit. Volgens mij ben jij een echte Amsterdammer, hè? Hart en nieren. Ja. Ik hoor het. Geboren en getogen, jazeker. Ook in deze buurt? Ook in deze buurt. Ja. Altijd gewoond. Ja. Dus. Ja. Nee, heel blij. Maar we moeten opschuiven. Ja, dan gaan we weer door. Oh, ja. Plekje niet zo bij. Ik vond het eigenlijk een beetje, ik zeg er wel bij, dat meer mensen dat in Amsterdam kunnen doen die er wat beter voor staan. Ja. En ik vind dat er... te weinig, want ik weet, ik zit zelf in de, ik weet hoe het geld verdienen is, yeah, in de stad. Yeah. En denk bij mezelf, nou, dat is, sommige bedrijven kunnen ook wel eens wat meer missen, denk ik. Ja, trek gewoon €200 van je rekening, loop naar een voedselbank en deel eens wat leuks uit. Ja. Dit is zo simpel is het. Ja. Ja, zoiets, ja. En dat maakt echt groot verschil voor die mensen. Zeker. Ja, precies. Ja. Onze aanwezigheid zorgt voor koffie. En hoewel we ons na 2 uur tot op het bot bevroren voelen, voelt het ongemakkelijk. En geef het natuurlijk weg en komen de gesprekken verder los. Het gebeurt anders nooit, hè? Nee, precies. En ik had helemaal niks te eten. En het enige waar ik dan op kon vallen was mijn zus of mijn vriendinnen. Nou ja, je vriendinnen staan ook altijd, niet altijd voor je klaar, maar het was mijn zus die me hielp. Ja. Ja, je moet gewoon doorgaan. Doorgaan. Niet omgeven. Gewoon doorgaan. Je komt er wel. Zeker. Jij komt er wel. Zeker. Zeker. Je komt er zeker. Kijk maar wel. Over een jaar. Echt, ja, maar, over een dan jaar ben ik... wil ik je nog wel even spreken. Ja, dan, zeker weten. En dan hoop ik dat ik dit plekje aan een ander kan geven die het heel hard nodig heeft. Nou, liever niet. Liever aan niemand. Nee. Ik hoop dat er van ja niemand hier hoeft te staan. Nee, dat hoop ik ook. Dat zou het is nu zijn. Nog wel droog, maar soms staan ze in de regen. Ja, nou staan wij nog alleen nog maar in de kou inderdaad. Maar je moet je ook voorstellen dat het straks hier begint te regenen. Ja, het heeft al sneeuw. In Nederland regent het alleen maar. Dan staan ze hier druipnat. Echt, ongelooflijk. Ja. Want hoe werkt dat? Je kunt hier niet zomaar gaan staan. Nee, ik ben hier terechtgekomen door het buurtteam. Het buurtteam die heeft me aangemeld voor de voedselbank. En dan krijg je op een gegeven moment bericht dat je mag opkomen draven inderdaad. En dan sta je op de lijst. Ja. Het wordt ook heel netjes hierbij gehouden. Ja. Iedere keer als je komt, dan word je afgestreept. En ja, dat is heel netjes geregeld. Ja. Ik kon gelukkig heel snel hier terecht. Ja. Maar er zijn ook, ik heb ook gehoord dat mensen gewoon in de wachtrij moeten staan om een mogelijkheid te kunnen krijgen dat ze hier... in de rij mogen staan. Dat is toch schofterig. Ja. En hoe ziet die procedure dan uit? Wat moet je dan laten zien? Wanneer kom je in aanmerking? Als eerst een hele stapel met documenten. Ja. Daar begint het bij. Dan krijg je een intakegesprek. Dan moet je alles gaan verantwoorden. Ja. Wat enorm veel stress oplevert. Wat ook niet goed is voor een persoon die snel hulp nodig heeft. Ja. De meeste mensen zijn niet echt met internet en DigiD-codes en dat soort dingen. Nee. Iedereen wil het gewoon een beetje op de oude manier hebben. Ja. En dat is ook nog wel een schip voor hun. Wat moet ik nou doen? Ja. Dus dan ga je eerst ergens anders naartoe, ga je ergens anders hulp vragen. Dan kom je bij een buurtteam terecht, dan moet je alles inleveren. En als je iets niet hebt, dan moet je helemaal geen weer terug. Ja. Dus het is eigenlijk een hele grote ronde cirkel. Ja, dus vanaf het moment dat je meldt tot aan de dag dat je hulp krijgt, hoe lang ben je dan verder? Nou, ik denk zeker wel pakweg 6 maanden of zo. Ja. Ja. Ja, en wat gebeurt er tussen nu en die 6 maanden? Dan zit je eigenlijk zonder eten. Maar dat zegt er ook iets over de toeloop van vraag naar de voedselbank. Ja. Dus eigenlijk kan je meteen voorbereid zijn om naar een buurtteam te gaan. Want als je 1 document niet op orde hebt, dan mag je weer terug. En dan krijg je over 2 weken weer een afspraak. Ja. Ja. Maar dit valt of staat natuurlijk ook bij de gratie van mensen die tassen willen vullen voor die mensen. Hmm. Hoe gaat dat? Krijgen jullie genoeg aanwas van mensen die dat willen doen? Die daarin willen helpen? Qua vrijwilligers? Ja, ja hoor, genoeg. Jawel, genoeg. Ja. Zeker, heel veel. Genoeg hulp. Ja. Dus dat is absoluut niet het probleem? Nee, absoluut niet. Er zijn genoeg mensen die op vrijwillige basis willen doen. Dus aan vrijwilligers is eigenlijk niet tekort. Ja. Wat is jullie rol precies hier? Wij coördineren hier de boel.
Coördinatie. Ja, wat moeten de mensen doen? Wat ben je nu aan het doen? Dus zij krijgen van de GVB kaartjes voor een dagje gratis in de tram en in de bus. Dat regelt GVB. Om voor de voedselbank in aanmerking te komen, moeten ze bij het buurthuis een intake hebben. Dus, en dan gaan ze kijken hoe de financiële situatie is. En dan komen ze op onze uitgiftelijst. En mogen ze elke week een pakket komen halen. En dat doet u? U beheert de uitgiftelijst? Ja, we houden bij wie er komt. En of mensen een nieuw pasje krijgen. En soms krijgen ze een cadeautje voor de kinderen. Ja. Dat is afhankelijk van de situatie. Ja, en hoe komt dat dan bij u terecht? Die informatie? Wordt centraal bij de voedselbank wordt dat geregeld. Ja. Krijgen wij een lijst van welke mensen in aanmerking komen voor een pakket. Ja. Hoe werkt dat psychologisch door op jullie? Want nu, na één gesprek met die vrouw, heb ik al het idee, ik moet vanavond daar naartoe. En ik ga gewoon een enorm groot diner voor haar verzorgen. Ik ga haar op vakantie sturen naar Lanzarote of zo. Hoe werkt dat voor jullie? Want jullie zien die mensen dagelijks. Je hebt natuurlijk ontzettend behoefte om die mensen... Je krijgt gewoon behoefte om te helpen. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die dus niet... Omdat hun papieren niet in orde zijn, dat ze geen voedselpakket kunnen krijgen. Ja. Wij gaan dan even snel naar de winkel, vullen een tas voor haar en zorgen dat ze even een week vooruit komt. Zo help je elkaar de winter door. Ik kan niet kunnen slapen als ik weet dat iemand zonder eten naar bed gaat en ik wel met een volle buik. Ik zou dat niet kunnen. Echt niet. Nee, dat lijkt me dus heel zwaar. Ja, dat neem je mee naar huis, toch? Ja. Dat neem ik mee naar huis, ja. Ja, zeker. En vooral... In de kerstdagen is het extra moeilijk. Want je hebt een gezin met kinderen. Ja. Ze verdelen het eten. Eén iemand heeft honger, de ander weer geen honger. Ja. En dan wij met een volle buik naar bed gaan. Ja, verschrikkelijk. Ja. Verschrikkelijk. Ik zou er even zelf scheuren. Echt verschrikkelijk. Ja. En heeft u een stip op de horizon om hier uit te komen? Krijgt u hulp? De voedselbank. En ik hoop dat ik straks promotie kan maken, zodat ik meer centjes kan verdienen. Ja. En dat ik hier doorheen kom zonder kleerscheuren verder. Na 2,5 uur wachten is het dan eindelijk zover. Ze is aan de beurt om haar pakket voor haarzelf en haar twee kinderen op te halen. 3 tassen heeft ze meegenomen om de week door te komen. Dit krijg je, het hele pakket krijg je nu mee? Het hele pakket, dat zijn allemaal de spulletjes die dus... langer houdbaar zijn in blik, in pot, in een verpakking, appelmoes, soep. En daar ben ik al heel blij mee. Gewone aardappeltjes wil ik ook wel graag, alstublieft. Yes. Dit is wel mooi, want dit is super vers. Dit is heel mooi, dankjewel. Ja, hier ben ik ook heel blij mee. Spruitjes, heel graag. Ja. In een zakje doen? Ja, dat mag. Anders liggen ze overal door mijn tas heen. Dan mag ik ze bij elkaar zoeken. Voor 3 personen, alstublieft. Ja. Dat is genoeg, liever. Dankjewel. Ja. Dat is genoeg. Groene kaart. Kwark of wil je met bosbes maken? Bosbes. Dank u. Sachetella toetje. Ook lekker, dank u. Alpen soja yoghurt? Nee, die vind ik niet lekker, sorry. Geef die maar aan iemand die het lekker vindt. Wat anders? Ja, die vind ik heel lekker. Ja, het brood is dan het slotstuk, denk ik, hè? Ja, dat is van harte welkom, want mijn kinderen willen heel graag een broodje. Ja. Dus... Kinderen hoor ik. Jazeker. Chocoladebroodjes. Altijd welkom. Even een extraatje. Ik kreeg van die meneer ook een cadeautje, maar jouw dochter is jarig. Alsjeblieft. Nou, wat ben jij een topper, schat. Wat ben jij een topper. Je krijgt gewoon nog even 20 euro bij. Dit is niet normaal, hè? Het lijkt wel jarig. Tot slot van de dag worden de kerstpakketten uitgedeeld, die vanuit alle hoeken van de samenleving zijn gedoneerd en worden uitgedeeld door vrijwilligers. Waaronder een bekende. Ik heb meegelopen met iemand die hier elke week zijn voedsel komt halen. Ik begon om 9:15 en we waren hier 11:45. Zo. Wat zegt dat over de stand van het land? Nou, over de stand van het land weet ik niet. Het zegt in ieder geval dat hier bij de archipel een aantal vrijwilligers gewoon ontzettend hun best doet om mensen die het lastig hebben en die overal tussen wel een schip vallen om die bij te staan. Ja. Vindt u van het vooroordeel dat dat mensen zijn die dan maar moeten gaan werken? Nou,
was het maar zo simpel, zeg ik altijd maar. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. En er zijn ook mensen bij die wel werken en een heel klein baantje hebben en daar gewoon niet voldoende geld mee verdienen om rond te kunnen komen. En dat is het schrijnende van wat er op dit moment gebeurt in een rijk land als Nederland. En dat is gewoon heel erg jammer. Ja, ze werkt ook in de zorg, 40 uur per week. Ja, dat is eigenlijk schandalig. Dat is de vraag die ik ook in de Kamer heb gesteld. Hoe kan het dat mensen met een baan die net 200-300 euro meer in de maand moeten betalen, eigenlijk helemaal vastlopen. Ja. En het kan gewoon niet. Je kunt niet in Nederland werken 40 uur en vervolgens gewoon niet je huur en je eten kunnen betalen. Wat is dan de oplossing? Want mensen stonden hier letterlijk 2,5 uur in de kou. Is er niet een simpelere oplossing denkbaar, bijvoorbeeld dat ze die spullen gewoon in de supermarkt halen? Ja. Kijk, ik heb altijd geroepen van het is jammer dat we voedselbanken nodig hebben. En het zou op een andere manier geregeld moeten worden. Maar je ziet juist dat die groep die net een beetje tussen wal en schip valt, dat je die heel erg kan helpen met gewoon dit soort pure hulp die je fysiek gewoon aanbiedt. Een doos met spullen en een tas met boodschappen. Ja, natuurlijk zou je moeten kijken of je dat ook op een andere manier, dat mensen dat meteen met een bon bij de supermarkt kunnen halen of weet ik veel wat. Maar ja, dan ga je meer over ingewikkelde politieke landelijke oplossingen praten. En wij zijn er niet van. Wij proberen gewoon mensen hier voor de deur te helpen. En heb jij nog het geloof dat je dat samen met die mensen kunt doen van die coalitiepartij waar je het nu mee moet doen? Ik heb nu geen alternatief. Nee. Dus ik zal het binnen dat systeem zou ik moeten proberen. Het alternatief is dat ik thuis ga zitten, maar daar schiet wel maar niks mee op en dat is voor mij ook niks. Het is aan de kiezer. Het is absoluut aan de kiezer. Ja, nou, wel thuis. Dus, dankjewel. Graag gedaan. Nou, dat gaat zeker lukken. Heb je alles uitgevoerd? Nee, nog niet. We hebben er nog een stuk of 10.